Ik heb de middag tv ontdekt. Leuke series op de tv. Wat vroeger, smiddags tv kijken, nou dat was een no-no. Maar ik doe het nu geregeld. Lisbeth Bloemen heeft sinds haar pensionering tijd voor dingen waar ze vroeger te druk voor was. Toch is er één ding dat de oud-burgemeester voor geen goud zou willen missen. En dat is het contact met de inwoners van Zoeterwoude. Reden voor de gemeente om als afscheidscadeau een ontmoetingsbankje voor haar deur te plaatsen. Wat ik nog wel eens doe als mensen, die staan dan daar en die zijn op zoek naar hoe ze moeten fietsen of wandelen. En ik zie dat uit de keuken, loop ik wel eens naartoe. Waar kan ik u helpen? Nou, wie weet gaan ze hier zitten en dan loop ik er ook even naartoe. Een passend geschenk vindt ook de huidige burgemeester Fred van Tricht. Dagelijks hoor ik nog hoe het is gewaardeerd dat zij zo ontzettende goede contacten had binnen Zoeterwoude. En dit geeft haar de gelegenheid, het is misschien een beetje symbolisch, maar dit geeft haar de gelegenheid om die ontmoetingen voort te zetten. Dus zeer passend bij Lisbeth. Kijk, het is wel een prachtige plek hier en daarom hebben we hem ook hier neergezet. Hier komen veel mensen langs, dus dit is de plek om even te gaan zitten. En ik denk dat Lisbeth die hier tegenover woont er enorm van kan genieten als er straks mensen echt van dit bankje gebruik gaan maken. En als er nou 's nachts jongeren op dit bankje zitten en ze maken te veel herrie? Dan bel ik Mathieu. Ja, 06. ja, iedereen kan elkaar ontmoeten, maar zo'n bankje maakt het toch net even wat specialer dan elkaar gewoon zo op straat tegenkomen en met elkaar staan plaatsen. Nou ga je gewoon even gezellig zitten en dan, nou ja, maak het gewoon gezellig met elkaar.